Welkom bij Do It Self Ideeën. Vandaag gaan we een heel erg lekkere taart maken. Je moet er zelfs niet voor bakken. We gaan een Nutella cheesecake maken met aardbeien. Hij is ontzettend lekker, zeker als hij recht uit de koelkast komt, ook perfect voor in de zomer. Je hebt maar 6 ingrediënten nodig. Welke dat zijn, dat ga ik jullie nu laten zien. Voor dit recept heb je dus enkel 6 ingrediënten nodig. Je hebt 75 gram boterkoekjes nodig, 75 gram boter, die ga ik eerst nog even smelten, en 25 gram hazelnoot. Die heb ik aan stukjes gehakt. Voor de crème ga ik 250 gram Nutella gebruiken, 250 gram kwark en 250 gram verse aardbeien. Heel eenvoudig dus allemaal. Voor de bodem ga ik eerst de boterkoekjes verkruimelen. Dat ga ik in de mixer doen. Dat kan je ook gewoon in een diepvrieszakje doen en er dan een paar keer goed opslaan. Met een deegrol bijvoorbeeld. Die kruimels die ga je dan vermengen met de gehakte hazelnoten en de vloeibare boter. Het mengsel is dan af. Het gaat dan meteen in een springvorm. Ik heb de bodem bedekt met bakpapier. Je verdeelt het mengsel gelijkmatig over de vorm. En dan maak de springvorm met de aangedrukte bodem eventjes de koelkast in, terwijl je de andere lagen van de taart voorbereidt. Voor de crème ga je de Nutella met de kwark opkloppen. De 250 gram aardbeien heb ik in de tussentijd gewassen en in stukjes gesneden. Dan ga ik nu laagjes maken van de crème en de aardbeien bovenop mijn bodem. Eerst neem je de helft van de crème. En daarbovenop komt de eerste helft van de aardbeien. Dan de tweede laag crème. En dan tenslotte nog de rest van de aardbeien. Dan moet de taart nog minstens 2 uur de koelkast in voor je hem serveert. Hij heeft nu 2 uur in de koelkast gestaan en ik ga hem eerst losmaken met een mes uit de springvorm. Dan is je taart eigenlijk klaar, klaar om te serveren. Maar ik ga er nog een klein beetje poedersuiker overheen doen voor het visuele effect. Nu kan je ook de rand zien. Soms zie je er wat stukjes aardbeien doorheen. En dan is het tijd om een stukje op te eten. Neem kleine stukjes, want er zit heel veel Nutella in. Ik hoop dat jullie dit een leuk recept vonden. Geef me een thumbs up als dat het geval was, vind ik altijd heel erg leuk. Als jullie nog ideetjes hebben, laat die dan zeker achter bij de reacties. Vergeet ook niet de andere video's op het kanaal te bekijken, je te abonneren en tot de volgende keer bij een volgende video van Doe het Zelf Ideeën.